We gaan naar iets anders, want dat hebben wij nog niet op de bankrekening. En dat gaat ook niet helemaal lukken ook. Want de grote kans is dat onze boodschappen binnenkort nog duurder worden. Leveranciers dreigen namelijk hun prijs met meer dan 10% te verhogen. Uiteraard, inflatiecorrectie, energieprijzen, rekent allemaal door. Schrijft het FD vandaag, en dus kunnen de supermarkten niet achterblijven. En worden die gestegen prijzen gewoon keihard doorberekend aan de consument. En daarmee wordt ons boodschappenkarretje een stukje duurder. In de studio collega-journalist van het FD, Jan Braaksma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou hebben we al enige tijd inflatie. En ook vrij hoge inflatie. Waarom nu vrezen voor hogere prijzen in de supermarkt? Is het nu inderdaad het water aan de lippen bij de supermarkt? Nou, het is nu het seizoen waarin er onderhandeld wordt over de prijzen van volgend jaar. En gedurende het jaar is dat nu ook wel een paar keer gebeurd. Omdat die inflatie, zoals je zegt, zo razend hoog was dat er contracten gewoon opengebroken moesten worden. Maar ja, het is het gebruik in de supermarktbusiness dat je 1 keer per jaar een contract afsluit en die tijd is nu, dus er wordt nu flink gesteggeld onderling. En toen dacht ik, nou, dan moet ik eens een rondje gaan bellen om te vragen hoe erg het is. Ja, en het is dus erg, hè? Het wordt 10%. Ja. Welke producten zien we het duurst worden? Nou, eigenlijk alles waar grondstoffen in zitten. Dus granen worden veel genoemd, alles met suiker. Alles wat energie-intensief is, dus wat veel moeite kost om te maken. Maar nou, dus ook vlees en melk en dat soort dingen? Versproducten valt relatief mee, hoor ik. Dus dat scheelt nog. Maar goed, ja, dat neemt niet weg dat er een hele rits wel gewoon met dubbele cijfers, tenminste als de producenten zin krijgen, met dubbele cijfers gaan stijgen. Ja, dan moet je denken aan brood bijvoorbeeld, of pasta, of dat soort dingen. Ja, zeker. Ja, dat is echt van alles. Het is, ik sprak een supermarktdirecteur en die zei, ja, we zien maar weinig voorstellen voorbij komen met enkele cijfers stijging. Ja. Kijk eens aan, want de leveranciers die geven dat dus aan bij. Maar tot nu nog toe weten we ook dat de grote supers af en toe zeer huiverig zijn om die gestegen kosten bij leveranciers ook door te breken naar consumenten. Hè? Ja, klopt, want ze zien ook mensen naar discounters lopen. Dus het marktaandeel van Aldi en Lidl is de afgelopen maanden al behoorlijk gestegen. Ze zien de mensen de aanmerken inruilen voor de huismerken. Ja. Die blijken vaak toch wel ongeveer hetzelfde te zijn en een stuk goedkoper. Ja. Dus mensen gaan toch opletten. En je wil ook niet als supermarkt die consument van je wegjagen. Nee. Want je bedoel, die willen we houden. Ja, en ze denken ook dat jij de prijzen verhoogt als je supermarkt bent. Want mensen denken niet, oh, Coca-Cola heeft de prijzen verhoogd. Ze denken, Albert Heijn heeft de prijzen verhoogd, maar iets te noemen. Die onderhandelingen, hè, die zorgden er ook voor eerder dit jaar, toen die zaken werden opengebroken, dat er ineens lege schappen waren. Moeten we daar weer voor vrezen? Nou, dat zou zomaar kunnen. Toen was het Nestlé dat bijvoorbeeld een tijdje niet bij Albert Heijn in de schappen lag. En Fuse Ice die dat even niet bij Jumbo verkrijgbaar was. Ja, omdat ze er gewoon niet uitkwamen. Ja. En ja, niemand is erbij gebaat. Dus de mensen die ik heb gesproken zeggen ook allemaal, nee, we willen het liever niet. Maar ja, je moet ook af en toe even je poot stijf houden. En dat geldt zowel voor de supermarkten als voor de leveranciers. Want die leveranciers die gaan ook ergens in met een doel om er kosten goed te maken. Van energie, grondstoffen, transport. Ja. Ja, misschien nog wel eens ergens er wat bij smokkelen. Ja. Dus die willen ook laten zien dat ze soms wel af en toe gewoon er echt hard in gaan, om ook gewoon geloofwaardig te blijven in dit soort onderhandelingen. Absoluut. Ja, je wil je marge ook goed maken. Je wil in ieder geval gewoon zorgen dat je geld verdient. Dat je niet bijlapt op alles wat je verkoopt in de supermarkt. Nee, en nu zijn er ook wel verdenkingen richting aanmerken. Die waren er eerder dit jaar ook al, dat ze misschien die onderhandelingen aangrijpen om toch een klein beetje nog hun winstmarge op te krippen. En dat zijn ook de merken die die macht hebben. Want een grote supermarkt zonder Coca-Cola, zonder Lees, ja, dat is bijna ondenkbaar. Ja. Dus die merken hebben veel macht. Dus daar is ook de verdenking dat zij toch wel een beetje er nog bij proberen te smokkelen. Ja, nou is het wel zo dat die supermarkten over het algemeen ook heel veel macht altijd wordt toegedicht. Hè? Ja. Er wordt hard onderhandeld door supermarkten. In hoeverre is dat spel nu anders geworden? Want ik kan me ook voorstellen, juist wat je zegt, hè, je wil als super ook niet dat iedereen naar de Aldi of de Lidl holt. Nee. Dus je moet misschien af en toe ook een beetje toeschietelijker naar je toeleveranciers zijn. Ja, en het hangt er vanaf welke toeleveranciers het zijn. Ze zijn heel machtig ten opzichte van de kleinere. Ja. Maar ten opzichte van de Coca-Cola's, de minilevers, daar hebben ze toch een slechte positie. Ja. Of een relatief slechte positie. Maar gedurende het jaar is de macht wel een beetje verschoven richting de producenten. Dus er werden clausules afgesloten waarin soms al automatisch gecompenseerd werd voor hogere transportkosten, voor hogere energie. Waarin tussentijds een keer die contracten werden opgebroken. Want ja, iedereen ziet wel, als je elkaar nu het vel over de oren trekt, dan wordt het hem niet meer. Nee, precies. Het wordt de bottom line. Ons leven is een stuk duurder geworden. Ja. Dat zien we ook in de inflatiecijfers. Ja, leuker ga ik het niet maken vanochtend, Bas. Helaas. Ja. Dankjewel, Jan Braaksma, onze collega van het FD.